Het leven. Leven van getuigende levensstijl. Daar gaan we mee verder. En een van de keys die je daarvoor nodig hebt, die je heel mooi kunt gebruiken, is het delen van je persoonlijke getuigenis. Ik heb het niet over hoe ben je ooit tot geloof gekomen. Dat kan je getuigenis zijn. Nee, ik heb het eigenlijk meer over hoe is God actief in jouw leven. Maar in de Bijbel staat een heel mooi voorbeeld van hoe geef je een goed getuigenis. Eigenlijk is het een soort van masterclass die koning David geeft. Het is in Psalm 40 en ik ga hem gewoon voorlezen. Hoe geef je een getuigenis? David zegt daar: met verlangen keek ik uit naar de Heere. Toen boog hij zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp. Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voeten, op een rots. Dankzij hem wankel ik niet meer. Dit is een getuigenis wat koning David eigenlijk geeft. En hoe lang heb ik erover gedaan, over het lezen? Een minuut, minder, heel kort. Als je met mensen in gesprek bent en je probeert iets te delen van je geloof, op het moment als jij met bijbelteksten aankomt, dan kan het zo zijn dat mensen met je in discussie willen gaan. Want ja, of ze geloven niet in de Bijbel, of ze hebben een andere interpretatie van de Bijbel, dat is mogelijk. Maar als ik jou ontmoet en ik zeg van, ik ben vanochtend naar de supermarkt geweest, waarom zou je zeggen, dat is niet waar? Wat jij deelt uit je eigen leven, dat nemen mensen voor waar aan. En wat ik ook heb gemerkt, we hebben niet zo heel veel tijd. Ik heb bijvoorbeeld 10 minuten gekregen voor deze sessie. Ik zit denk ik op een minuut of 2, 3 op dit moment al. Mensen hebben gewoon best wel haast. Je krijgt heel weinig tijd om iets te delen van Jezus. Stel je voor dat je gaat naar de supermarkt toe en je gaat je boodschapjes afrekenen. Hoe lang de tijd heb je voor een gesprek? Een minuut, denk ik. Meer heb je niet. Ja, je hebt weinig tijd. Het is belangrijk dat je jezelf oefent om getuigenissen in een korte tijd te kunnen geven. Kijk, dan zeg ik bijvoorbeeld van, Peter, weet je wat mijn verleden week is gebeurd? Nee, ik heb geen idee. Ik ook niet, maar 3 weken geleden weet ik het wel. Ik was in Praag en er kwam iemand naar me toe, na een samenkomst, en die begon eigenlijk te vertellen hoe dat hij worstelde met depressie, angsten en verslavingen. Ik denk, wauw, dat is gigantisch veel. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? We gaan bidden. En ik zeg, weet je, als je dan eerst zelf bidt, bid ik daarna. Dus, ja, die kerel zegt, mag ik in het Engels bidden of in het Tsjechisch? Ik zeg, maakt mij niet uit. Hij gaat bidden. En na het bidden, bid ik voor hem. En ik raak hem niet aan. Het enige wat ik zeg, in de naam van Jezus, word vrij. Nou, en die kerel die knalt op de grond. En ik, oh jee. Na 20 minuten staat hij op en hij zegt, ik ben vrij. Een dag later lees ik op zijn Facebook een heel getuigenis. Wie heeft zo een keer de kracht van God ervaren op zo'n manier? Ik zie daar een hand omhoog, daar nog meer handen omhoog. Mensen ervaren de kracht van God. Ik gaf een getuigenis van, nou, hoe lang duurde het? Kort. En ik vroeg ook gelijk van, hey, hoe herken je dit in je eigen leven? Vrij, was ook in Tsjechië was dat. Ja, jij weet er al vanaf, dus tegen jou ga ik niet vertellen. Nee, ik was in Tsjechië en was daar voor 14 dagen. En op de duur, voor 2 dagen, verzorgden ze mij niet qua eten. Dat was door het programma, dus ik moest eigenlijk voor mijn eigen lunch gaan zorgen. Dus dan moet je overal heen om te gaan eten. Ik denk, ja heer, ik denk, hoe moet dat nou? Ik denk, u voorziet toch, maar op dit moment moet ik voor mijn eigen eten gaan betalen. Op de duur was ik bij een vriend daar zo, we hadden gewoon een leuk gesprek gehad. En ik nam afscheid. Hij zegt, hey Tim, heb je eigenlijk nog iets nodig qua eten of qua geld? En zonder dat ik antwoord kon geven, pakt hij zijn portemonnee en dan geeft me gewoon een bepaald bedrag. Ik kon die dagen kon ik eten. Kort daarna moest ik met openbaar vervoer ergens heen en ik kon alleen maar cash betalen. Ik denk, hoe ga ik dit doen? Ik denk, oh wacht even, ik had nog een paar kronen over. Ik had precies genoeg geld. Wie ervaart wel eens Gods voorziening in zijn leven? Kijk, een paar handen gaan omhoog. Wederom een kort getuigenis en een wedervraag. Wie twijfelt aan mijn verhaal of ze wel echt zijn gebeurd? Ja, tuurlijk. Ja, Brea, dat dacht ik al. Al die religieuze mensen ook, fariseeën, die moeten er niks van hebben van de waarheid. Hoeveel tijd heb ik nog? Hey, een getuigenis. Als God leeft, is hij actief in jouw leven. Als het goed is, heb je een verhaal van afgelopen week, van verleden week, maand geleden. God leeft. Dat is een hele goede ijsbreker. Dat is een brug naar het evangelie. Snap het punt? Kort verhaal,
getuigenis. Wat heeft God gedaan in je leven? We gaan het even oefenen. Dat is leuk. Ik ga je uitdagen, en ik ga het ook gewoon doen, om straks aan jouw buurman, buurvrouw, in 1 minuut, belangrijk, 1 minuut, een kort getuigenis te gaan delen. Wat heeft God gedaan in jouw leven? Dat is wat we gaan doen. Maar zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Dus na 1 minuut ga ik jullie stoppen. En dan moet je ook gewoon stoppen. Maakt niet uit hoe ver je bent in je verhaal. Stop. Als je niet stopt, neem ik je mee naar buiten. En ga je street preachen bij de Extralaan. Ja? Cool. Dus, ik ga een timer erbij pakken. Zeer belangrijk. Ga vast nadenken. Niet door me heen praten. Pas als ik het zeg. Dan pas ga je praten. Maar we gaan nu groepjes maken. Niet na de dienst, niet met de koffie. Maar nu groepjes van 2. En ik ga tot 5 tellen. En dan ga je gewoon iets vertellen. Wat God heeft gedaan in jouw leven. Dus, ik tel jullie even af. En dan zeg ik go. En dan gaat 1 persoon wat vertellen. Straks doen we vice versa. Ja, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Nu pas je getuigenis delen. Vijf, vier, drie, twee, één. Stop de tijd. Stop het getuigenis. Straks kun je verder gaan, of je gaat met me mee naar buiten om te prediken op straat, als je nu nog doorgaat. Nee. Nee, je ging niet door, toch, Brenda? Je ging toch niet door met je getuigenis? Nee. Oké, anders had je meegemoeten. Hé, we gaan nu andersom doen. Sorry hoor, jongens. Ik heb nog 3 minuten, dus dat kan nog precies. Iemand anders gaat nu getuigenis geven. Andere persoon. Dus ik ga weer aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Getuigenis. Vijf, vier, drie, twee, één. Stop. Wie gaat er mee street preach op de Extralaan? Niemand. Hey, dat is een goede truc hier zo. Oh ja. Wat doen we ermee, kerk? Hey, vraag je, het is ook genade en zo. Vraag je, wie is er bemoedigd door het getuigenis wat hij net heeft gehoord? Wie twijfelt er aan het verhaal van zijn buurman, buurvrouw? Ja, weer zo'n street preacher. Maar jij twijfelt. Hey, heel makkelijk, hè? Als je nu bij de koffieautomaat staat, op je werk, deel gewoon wat God in je leven doet. En vraag ook van, hey, als jij een verhaal hebt gedeeld, herken je dit ook in jouw leven aan degene aan wie je het verhaal vertelt? En dat geeft jou de ideale brug om te gaan delen wie koning Jezus is. Dit is niet moeilijk. Dit is een mens zo makkelijk als te vertellen van, hey, gisteren heb ik een kerstboom gekocht. Vertel je ook gewoon aan mensen. Dus wat is er moeilijk aan om te zeggen van, hey, God heeft me gisteren genezen van mijn rugpijn. Heel makkelijk als je er vol van bent. Komende week, ik daag je uit om 4 getuigenissen voor te bereiden. Zodat je ze als het ware gewoon in je broekzak hebt zitten, klaar om te pakken wanneer het nodig is. Gewoon 4 keer in 1 minuut. En tuurlijk, het mag ook langer. Maar als je het in 1 minuut kunt vertellen, dan kun je het ook in 10 minuten vertellen. Afhankelijk van hoeveel tijd dat je hebt. 4 getuigenissen deze week voorbereiden. Maar er komt ook een tweede week komt er ook aan. Ja, je voelt aan nattigheid, ik ook. Het is mooi in een glas verpakt, de nattigheid. Maar het water moet eruit. Levend water moet eruit. Mag gaan stromen in Haarlem. Dus over 2 weken trek de stoute schoenen aan, zoals ik ook altijd doe. En ga gewoon vertellen wat God heeft gedaan. En stel wedervragen aan mensen. Dat is de activatie. 4 getuigenissen komende week voorbereiden. Vanaf daarna neem de vrijmoedigheid en ga het delen. Goed, zijn er wat?